En ik wil het toch ook nog even hebben over een van de rottigste bijwerkingen van corona. Nepnieuws. Nepberichten. Nepnieuws. 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 Oftewel, fake news. Ik wil het hebben over onzinberichten over het coronavirus. De laatste weken zie je meer en meer onzin verschijnen over het coronavirus. De stapel aan slechte informatie, aan leugenachtige informatie en bangmakerij, angstzaaierij, van wat de media heeft aangericht de afgelopen maanden, is de stapel reikt tot de maan. Dus nogmaals, dit moeten we nooit vergeten. Situated at the mouth of Long Island, Hard Island is a creepy, secluded, and desolate place. It is, in fact, a ghost town, largely inaccessible to the general public. In 1868, New York City purchased 45 acres of the island for $75,000 and officially turned the land area into a public graveyard. It was decided that the unclaimed and unidentifiable dead bodies in the city would be brought here and buried. An estimated 1,500 people are buried here every year, which makes it the largest tax-funded cemetery in all of the US, and possibly the largest in the whole world. Those who are buried on Hard Island are typically sent to the site for one of three reasons: because they are unidentifiable, because their family can't afford any other burial, or because the family has chosen the island to be their final resting place. Slechte informatie aan leugenachtige informatie en bangmakerij, angstzaaierij, van wat de media heeft aangericht de afgelopen maanden, is de stapel reikt tot de maan. Dus nogmaals, dit moeten we nooit vergeten. Dit is een dodelijk virus en door valse medische adviezen kunnen er dus ook echte doden vallen. Als je dit soort bullshit door WhatsApp, dan heb je dus in feite bloed aan je vinkjes.